Volgens mij weten we ondertussen allemaal wel dat trending rigged is. Ik bedoel, hoe interessant kan Johan Derksen werkelijk zijn dat hij zowel trending 1 als 2 staat met Pwned? Dat is een omroep die begint elke video met... Geen zin om een bijbaantje te zoeken. Dat hoeft ook niet, want er is een veel makkelijkere manier om snel geld te... En omdat het zo nep lijkt, is het ook niet meer heel leuk om op trending te kijken. Want dat betekent niks meer als je op trending staat. En toch kijk ik er soms nog tussen. In de hoop om weer zo'n pareltje tegen te komen. Zo'n verborgen treasure. En tussen alle troep, K-pop en de NPO, die weer een zeer cringewaardige serie probeert te pushen. Ik dacht, jij moet gered worden. Oh, want een meisje moet altijd gered worden natuurlijk. Heb ik wat gevonden. En dat was een video van het YouTube-kanaal Yours Today. En ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar blijkbaar hebben ze meer dan 160.000 abonnees. En ze hebben werkelijk iedereen op de banner. Hier zijn de Roelvinkjes, hier is Marije Zuurveld, er is zelfs iemand van Stuk TV. Ik weet niet wie van Stuk TV, volgens mij is het Giel. Yo, ik ben Giel! Ik kwam een video van hun tegen op trending. Stefania en Niels maken elkaars foto na. Yo kijkers van Yours Today, wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Niels en vandaag ga ik samen met... Stefania. Sorry. Oh, het is Stefania. Stefania. Oh, mijn ouders zijn vast rijk. De Stefania versus Niels challenge. Stefania versus Niels. Ik heb zoveel vragen. Waarom is niks scherp? Waar zijn we überhaupt? Welke studio heeft marmer als achtergrond? Waarom is alles soort van blauwig? Wie zijn deze mensen? Wie filmt dit? Wie heeft dit bedacht? Wat is de Stefania versus Niels challenge? Moeten challenges niet altijd een naam hebben zodat kinderen ze na kunnen doen? Net als de kauwgom challenge. Kauwgom challenge! Ik weet niet of het echt een challenge is, maar dat zou wel een ding moeten zijn. En ik wil even dat jullie gaan abonneren. Want jullie kijken alleen maar onze video's en abonneren niet. En ik word gewoon een beetje gestoord van. Dus alsjeblieft, ik wacht even 2 seconden. Als het goed is, ben je nu dus naar het abonneerknopje gegaan. Zo heeft nog nooit iemand zo agressief tegen me verteld dat ik moet abonneren op een YouTube-kanaal. Ze leek echt boos of zo. Alsof het er persoonlijk pijn deed. Alsof ze wakker ligt s'avonds en denkt, niemand abonneert. En hé, je bent er weer! Oh, wat leuk! Nou, doe ook maar even een blauw duimpje omhoog. Dan, hè? Oh, Thomas de Zeppelin vibes. Dit is Thomas de Zeppelin vibes volgens mij. Alles onder de Zeppelin van. Leuk dat jullie weer kijken. Waar is Kermit, jongens? En laten we nu maar beginnen. Gaat het? Riegast, Niels is mijn favoriete presentator van Yours Today trouwens. Stef, dit ding staat echt al een tijdje voor ons. Ja, 3, 2. Oh mijn god, ik schrok echt serieus. Oh nee. Oh, dit is zo'n spin die omhoog gaat springen, of niet? Nee, doe normaal, even serieus. Oh, dat is gewoon een prank. Vinden kinderen dit leuk, echt? We hebben bijna 100.000 weergaan. Wat ben ik aan het doen met mijn leven? Oh, man. Ik vraag me wel af van welk merk deze mensen hun kleren zijn. Abonneer op Yours Today ook. Wie heeft ook al die foto's van die mensen in het decor gezet? Beginnen mij proberen aan het lachen te maken. Dus ik ga eerst drinken. Hey, hi schat. Alsjeblieft, spuug het gewoon uit, joh. Stel je voor dat je dus een challenge krijgt. Je moet de ander laten lachen. Die neemt een slok water. En dan als poging om diegene te laten lachen zeg je... Spuug het gewoon uit! Alsjeblieft, spuug het gewoon uit. Opmerkelijk. Oh, ik abonneer al, rustig. Oh, ja, nee, sorry. Alsjeblieft. Oh, yes! Ben jij al gratis geabonneerd? Dat gaan we niet doen. Outfit nieuws, nickennick.com. 70 euro? Wie gaat dan een hoodie kopen voor 70 euro? Dit is een rode hoodie. Dit is ongelooflijk. Deze mensen zijn gek. Deze mensen zijn knettergek. Stefania en Jannes moeten eens foto's namaken van koppel. Like wie dat ook vindt. Daar zijn we, baby. Ligt het er mij of als nieuwste stem zwaardig worden? Like als je dat ook vindt, baby. Like zodat Milan dit ziet. Like deze video. Kus Niels en Stefania Niels 20 minuten. Dit lijken bijna een soort van keywords die je invult in zo'n random comment generator. Oh, dit zijn gewoon mensen die hartjes alleen reageren. Oké. Laten we even kijken wat voor video's er nog meer. Want dit is dus de enige die ik langs heb zien komen op trending. Maar blijkbaar met al deze bekende copies moeten ze wel meer weergave krijgen dan... Wat is dit? 15k? Trapt Rijn in Levi zijn gemene trucjes. Gevecht loopt uit de hand. Oké, dus naast baby content hebben we ook bloed. Dat is een opmerkelijke keuze. Welkom bij een nieuwe video! Oh.
Ik weet niet of... Ze zijn trots ook. Aanvullend op dat. Welkom bij een nieuwe video. Ze zijn echt trots. Ze gaan eerst een gehandicapte nadoen en daarna gaan ze... Ik ben grappig, ik weet het. En aantrekkelijk. Wil je nog een keer zien hoe ik een gehandicapte nadoe? Oké, discount Enzo Knol, vertel me. Wat gaan we doen vandaag? We gaan water in elkaars gezicht gooien. En dat doen we niet op een normale manier. Nee, we trekken allemaal kaarten. En degene met de laagste kaart, die krijgt water in zijn gezicht. Deze mensen willen hier niet zijn. Dat je ook zo een programma gaat presenteren. Yo, vandaag doen we de water challenge. En we gaan water in elkaars gezicht gooien. Dat doen we niet gewoon. Nee, we moeten... van die kaarten. Nou, is jouw water nou op, dan heb je verloren en dan krijg je ook mail over je heen. Laten we beginnen. Is je water op, dan krijg je iets met mail of zo. Kan ik naar wie kan ik mijn factuur sturen trouwens? Bam! Come on! Ja. Oh, jij gooit wel raar. Ik ben oprecht in de war. Is dit content tegenwoordig? Is dit... Dus je pakt een kaart en degene die de hoogste kaart heeft, die mag water over de ander gooien. En dit is content. Dit is oprecht wat je op het internet wil zetten. Dit is het beste wat je kan bedenken. Je bent een creative, je werkt bij een bedrijf, je denkt... ja, er is al heel veel troep op het internet, maar wat wij gaan doen... Ja, water. Water op elkaar gooien, dat is leuk. Ja! En we gebruiken die gast van GTST. Ik vind het een leuk spel, weet je. Ah. Ik wil eigenlijk meer video's zien met die Levi. Ja, hij had er zoveel enthousiasme bracht hij met zich mee. Ik wil gewoon meer van hem zien. Heeft hij niet video's alleen of zo? Levi had nooit gedacht dat dit zou werken. Dit zijn echt de minst bekeken video's op het kanaal zijn met Levi. Dat vind ik jammer. Mag ik meer liefde in de chat voor Levi, jongens? Even één shout naar Levi. Dames en heren, welkom bij aflevering 2 van Experimenteren met Levi. Mijn naam is Levi en jij kijkt naar een nieuwe video hier op Your Today. Het boeit hem gewoon niet. Het boeit hem totaal niet. Yo, leuk dat je kijkt. Dit is experiment met Levi. Ik ben Levi. Vandaag gaan we weer experimenten doen. Met mij. Met Levi. De serie heet Experimenten met Levi. Ik ben Levi. En ik zou zeggen, blijf lekker hangen. En we gaan beginnen. Blijf lekker hangen. Hij heeft ook een tering dikke Rolex om. What the fuck? Wie gaat er een kinderprogramma presenteren met een tering dikke Rolex? Bruh, op wie ben je aan het flexen? De mensen die dit kijken zijn 4. Experiment nummer 1. We gaan een soort van hovercraft met een ballon maken. Experiment nummer 1. We gaan een soort hovercraft met een ballon. Alsof die zelf al in de war is, zeg maar. Even, het is een experiment. Dus, ik ben Levi. We gaan hier een gat in maken voor de ballon. Dit moet hier opkomen om de ballon eraan vast te maken. Gaan ze voor elke stap een soort van een mini montage doen met een beat muziek eronder? Want dat zou hilarisch zijn. We gaan kijken of dit werkt. Oh? Oh? Ken je die air hockey pucks? Daar gaat ook altijd zo lucht en dan. Op naar experiment nummer 2. Was dit een experiment? Echt? Je hebt een ballon aan een cd'tje vastgetaped. Dit is een experiment. Ken je die airhockey tafels waar de lucht altijd van onder komt? Dit is hetzelfde, maar dan totaal anders. Oké, we gaan een glasplaat optillen zonder dat we er echt iets aan vast gaan maken. Hier zijn de knapste YouTube girls volgens Levi en Rijn. Ik ben heel benieuwd wie de knapste YouTube girls is. Hallo! Hallo! Welkom bij een nieuwe video. Is dit een ding? Vindt het gewoon fijn om gehandicapte mensen na te doen? We gaan vandaag Hot or Not spelen. Ja, ken je dat niet? Hot or Not was vroeger kindertinder. Tinderen met kinderen. Verzin je dit nu of bestaat dit? Tinderen met kinderen? Dit is een babykanaal ook trouwens, hè? Dit is een babykanaal en hij zei net tinderen met kinderen. Ik heb... Anonution. Daar kan je niet heel veel fout over zeggen natuurlijk. Ik zeg wel een hot. Ik ook. Anonution. Jullie hebben iets gehad toch? Een paar jaar. Ik ben benieuwd of ze bij iemand not durven te zeggen. Het is toch best wel kut of zo. Stel dat iemand dat bij mij zou doen, weet je wel? Dat zou zeggen, oh, hier zijn de knapste YouTube boys. En dan zeggen, oh, Egbert. Not. Ik voel me nu al een beetje gekwetst, preventief alvast.
Ik vind het heel aardig, maar ik qua uit, want we moeten het op uiterlijk doen, toch? Ja. Welkom bij de Keurslager. Ik vind het helemaal geen leuk YouTube-kanaal eigenlijk. Het is helemaal niet, niks hieraan is leuk. Wie maakt dit? What the fuck is Yours Today? Ze hebben al deze bekende mensen op de banner en dan zijn er maar 4 van de bekende mensen die daadwerkelijk op het kanaal aanwezig zijn. Waarom staan de roelvinkjes hierop? Werd hij niet gepijpt of zo en is hij toen geblackmailed? Of had hij toen niet iemand geblackmailed? Wil je dat echt op je kinderkanaal hebben? Yours Today is het YouTube-kanaal met de leukste challenges, giveaways en DIY-video's. Ben je al deel van ons Yours Today squad? How do you do, fellow kids? En als we naar yoursday.com gaan, dan kom je gewoon op het YouTube-kanaal weer. Wie maakt dit? Want er zit overduidelijk een productieteam achter. Ze hebben een studio. Ze hebben bekende copies erbij. Ik bedoel, ik neem aan dat iemand die een GTST speelt niet gratis op dit YouTube-kanaal voor zijn lol Tinderen met kinderen gaat zeggen in een video. Today. Ze hebben een Instagram. Wie niet reageert, trakteert. Tag je BFF als je zin hebt in ijs. Oké. Ed Enzo Knol. Nieuw online. Levi is terug met een nieuw watergevecht. Hashtag outfits al Nick en Mick. Ze leggen wel heel erg de nadruk op Nick en Mick, hè. Echt alles op dit kanaal is Nick en Mick. Nick en Nick. Summer sale. Dat is leuk, hoor. Over Nick en Nick. Oké. De label founded in 2015 by designer Nicky Plessen. Nicky Plessen heeft 28 miljoen, vraagt overheidssteun. RTL Boulevardster Nicky Plessen heeft het geschopt om de quote top 100 jonge self-made millionaires. Maar toch was Plessen aan het begin van de coronacrisis als de kippen bij om aan te kloppen bij het noodhulploket van de overheid. Volgens, dat is cringe, volgens mij. Oh, ik heb 30 miljoen op mijn rekening, maar oeh, hoor ik daar gratis geld? Nicky Plessen begint eigen lifestyle kanaal. Nicky Plessen lanceert begin 2017 haar eigen online lifestyle kanaal yourstoday.com. Dus ze heeft een modemerk. En ze heeft ook een lifestyle kanaal nu, waarbij ze dus mensen van GTST water op elkaar laat gooien. In kleding van haar modemerk. Is dit alleen maar zodat kinderen op hun website gaan kijken en veel te dure witte t-shirts kunnen kopen? Ik bedoel, ze verkopen witte t-shirts voor 40 euro. That should do it. Every puzzle has an answer. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Wil je meer zien van dit kopje? Dan zijn we dinsdag, donderdag en zondag vanaf 8:30 live op twitch.tv/Egbert Live. En dit is de toffe content die je mist. Egbert! Hallo Egbert! We hebben je gevonden! Hallo Egbert! Het is een baby. Hallo Egbert? Het is een baby. We kunnen je niet echt horen. Oh nee. We hebben een baby. We hebben aangetrokken. Dankjewel Liemert Sneek, Willem van Os en alle andere mensen die me supporten op Patreon. Vind je het nou leuk wat we hier doen? Een beetje cringe op geinige kindervideo's. Kijk dan even op de Patreon-pagina, patreon.com/Egbertkanaal. Kijk of je het kan missen. Dan krijg je eerder toegang tot nieuwe video's. Bijvoorbeeld de volgende Egbert Reacting. Die staat al bijna 2 weken op Patreon. Vooral omdat er een sponsor in zit. En de sponsor is een beetje traag met reageren. Jongens, dankjewel voor het kijken. Volgende week gaan we even kijken naar een Instagram-account.